dat je weer kijkt naar een reactievideo. Vandaag ga ik reageren op niemand minder dan Tesco. Een uur geleden heeft Topnotch de video van Tesco online gezet. Oesters en champagne. Dus ik ga nu mijn reactie geven op deze videoclip. Dus laten we maar gelijk beginnen. Als eerst Tesco, als je dit ziet, je bent geweldig. En ik vind je een ongelofelijke topzangeres. Echt waar, vanaf het begin af aan steun ik je al, support ik je al. En samen vind ik een ongelofelijk mooi nummer. Maar nu ben ik benieuwd hoe deze videoclip eruit ziet. Daar gaan we. Spannend. Mooi kasteel. Als ik elke keer dat je nog tegen mij een euro krijg. Of dat je er vandoor ging en ik weer alleen achterbleef. Oh, wil ze die pop een hapje geven van de eten? Alexander, zal ik ontbijten met toetjes en champagne? Oh. Ik vind het echt mooi als ze dat in het begin doen. In het begin zie je haar aan de tafel zitten en dan ineens loopt ze met een, denk ik, witte jurk. En dat zag echt heel erg mooi uit. En dan ineens zit ze op een bed of ligt ze op een bed. Ik vind het echt heel mooi gedaan. Als iedereen... Oeh, I like it. Do. Horen jullie dat? Mooi. Nice. Moet je nagaan hoe snel je eigenlijk een nummer in je hoofd kan hebben. Het refrein is altijd het makkelijkst van het nummer natuurlijk. Maar dit is gewoon zo'n leuk, lekker nummer. In het begin dacht ik, dit kan nog wel eens moi worden. Maar toen ze gelijk begon bij het refrein dacht ik, oké, you go girl. Dit is echt een mooie shot. Dit doet me echt denken aan zo'n fotoshoot die je dan hebt voor een make-up merk. Dat doen ze ook soms wel eens van die shoots met van die blaadjes. En dan zie je echt de make-up naar voren bonzen. Dit vind ik echt mooi. Ik vind die pop echt heel erg creepy. Wat is nou een nepnagel? Het is nu alweer voorbij. Wat? Zo snel? Nee, nog een keer. Als ik nu rijd, Alexander, zal ik me ontbijten met oesters en champagne. Maar hij is groter dan ik ben in een kanje. Dat stukje jij nog niet. Dat hebben ze echt mooi gedaan. Die shot in het bad, ik vind het echt gewoon mooi. Oké, klaar. Het is gewoon mooi. Ze heeft een brilletje gewaaid op de schilderij. Dat vind ik leuk. Maar hoezo duurt het maar 2 minuten en 52 seconden? Dat is veel te weinig, Teske. Geef ons meer. Conclusie van deze video. Ik heb serieus niks anders te zeggen dan dat ik het gewoon heel erg goed. Het is een lekker amazing nummertje. Het blijft in je hoofd hangen. Want ik ben net 2 seconden gestopt en het zit nog steeds in mijn hoofd. Met Willem Alexander. I love it. Echt waar. Ik vind het echt een topnummer. Ik ga het zeker van de zomer draaien. Lekker in mijn autootje als ik naar het strand ga. Of als ik op vakantie ga. Ik weet het niet. Ik vind het een onwijs leuk nummer. Ik vind het jammer dat het maar 2 minuten 52 is. En dat het zo snel voorbij is. Ik vind het echt heel erg jammer. Maar het is wel een ongelooflijk tof nummer. Ik ben blij dat ik heb gewacht tot dit moment. Omdat ik mijn reactie op camera kon vastleggen. Teske, het is een top video. Ik zal het linkje van de video even hier beneden in de beschrijving zetten. En check de video echt waar. Want het is echt... Het verandert gewoon je leven. Het is gewoon helemaal top. Echt waar. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Beloon me even met een blauw duimpje omhoog. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!